Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 4 maart en vanavond is de finale in Amsterdam. Het is echt prachtig weer buiten. Nou ja, prachtig. Het regent niet. In prachtige Heerenveen. En ik ga zo meteen een lekker stukje fietsen, denk ik. Maar eerst even ontbijten, want het is bijna 9 uur, dus ik rammel me. Lekker muesli met nootjes. En zoals jullie weten ben ik echt een ontzettende koffiefanaat. Even een beetje los, 20, 30 minuutjes. En het is denk ik wel 2 weken geleden dat ik voor het laatst heb gefietst. Dus het is wel even wennen, maar super lekker. Ik heb een buddy meegenomen. Chantal. Wel zo gezellig om met hem samen te fietsen. De finale wedstrijd van de KPN Cup en het is erg spannend. Ik sta tweede in het klassement op 4 punten achterstand van Elma en Iris staat derde op 11 punten. En er zijn vandaag heel wat punten te verdienen, dus we hebben 2 troeven en het wordt spannend. Heel spannend, maar we gaan er vol voor. Dit is de avond, vanavond moet het gebeuren. Nou ja, het is al gebeurd. Het hele seizoen lang hebben we al magie. En vanavond kunnen we het nog mooier maken dan het is. En de kerst op de taart zetten. En daar gaan we wel voor. We waren sterk vandaag. En wij ook, maar zij trok aan het langste eind. Ja, kortste eind, zeg je dat, weet ik veel. En die ankers, dat zal wel. Dames en heren, winnares van het jongerenklassement, Lisa van der Geest. Dames en heren, op de tweede plek, Lisa van der Geest. Tweede plek, Lisa van der Geest. Winnares, Iris van der Stelt. En dames en heren, nogmaals een applaus. Ook iets voor Lisa van der Geest en Iris van der Stelt. En dames en heren, winnaars van het ploegenklassement MKBC.nl. Even de oogst van vanavond beoordelen. Als eerste hebben we daar het witte pak. En er hoort ook een beker bij. Dat is deze. Jongerenklassement. Daarnaast hebben we een algemeen klassement waar we vanavond voor hebben gestreden voor de eerste plek. Helaas is het een tweede plek geworden. Maar even goed zijn we daar trots op. En we zijn nog gehuldigd voor de Grand Prix. En daarvan hebben we het groene truitje. En even kijken, welke is het? Want ja, we hebben niet meer. Oh, hij staat ook op de scoren. Eerste plaats, dames. En de tweede plaats, dames. En last but not least, de teamoverwinning. Een mooie schaal. Daar zijn voor we de afwisseling. Heel erg trots op. We zijn nu met z'n drieën, maar we zijn heel het seizoen met z'n vieren geweest. So also, thanks to Lolo, we won a lot. Thanks a lot. Thanks to and you. Thank you. And thank you. To Julia too. Ze zit nu in Hamar en daar rijdt ze het WK allround. Dus toi toi toi. Lolo. En we hadden dit natuurlijk ook niet kunnen doen zonder onze begeleiding. Jammer team. Woo!
ploegleider. En natuurlijk onze sponsor, mkbasics.nl, Rick Nijkamp. Bedankt. Super bedankt. En we gaan jou hadden we dit niet kunnen doen. Maar we hebben ook nog een aantal anderen. Iris' en vader, Piet. Die was natuurlijk met ons mee naar Zweden en die heeft ons top verzorgd. We mochten geen boodschappen dragen, we mochten niet koken. Alles was voor ons gedaan. Dan hebben we ook nog Jessica, onze schrobbelaar in verzorgster. Verzorgster. Zonder jou was het ook geen feestje. Ja? Hele grote groep mensen en iedereen die we nu vergeten zijn. Dank jullie wel. Ik wil zeker nog wel even iemand extra bedanken. Dat is Zoe. Zoe ging met ons mee naar Wijzezee. Oh, Zoe, natuurlijk. En Zoe heeft ervoor gezorgd dat wij gewoon weer opgelopen werden na de Wijzezee tussen de wedstrijden door. En dat we weer fit aan de start konden staan in Zweden. Zoe, bedankt. Je bent een topper. Oh ja, blijf ons volgen. De vlogs blijven komen. Dus like onze pagina en like deze video. Maar niet alleen de vlogs. We hebben hele leuke kleren. Die komen in aantocht. Een schaatspakkie, een fietspakkie, hardloopkleren. Duimpjes! Mia Ladies! MiaLadies.com